Ik doe het meestal in mijn eentje en dat doe ik al meer dan 15 jaar. En ik zal een paar tips, trucs en tools delen waarmee ook jij makkelijk in je eentje met de zelfontspanner goede vangstfoto's kan maken. Als je net zoals mij vaak in je eentje naar de waterkant gaat, ken je ongetwijfeld het moment dat je een mooie vis hebt gevangen en je net kijkt en dan denkt, ja, hier wil ik goede foto's van hebben. Maar goed, je bent in je eentje en dan zou je het vaak ook alleen moeten doen. Want zelf ben ik niet een voorstander ervan om vissen lange tijden in een bewaarzak of iets dergelijks te bewaren. Om ja, mensen misschien het bed te bellen voor foto's en dergelijke. Nee, ik doe het meestal in mijn eentje en dat doe ik al meer dan 15 jaar. En ik zal een paar tips, trucs en tools delen waarmee ook jij makkelijk in je eentje met de zelfontspanner goede vangstfoto's kan maken. Voordat Lars, onze cameraman, arriveerde, heb ik al een hele mooie schub kunnen vangen. Die heb ik hier eventjes voor de kant weghangen, zo'n drijvende retentiesling. En zo kan die vis op adem komen en dan kan ik ook mijn spullen in orde gaan maken. En dat is ook mijn tip als je in je eentje aan het vissen bent en je vangt een mooie vis. Je kan kijken of je die vis eventueel in het net kan onthaken, gewoon in het net voor de kant laat liggen als het water diep genoeg is. En anders kan je hem in zo'n drijvende sling gewoon veilig voor korte tijd eigenlijk opbergen. Krijgt die vis een beetje rust, kan die op adem komen en dan kan jij op je gemak je spullen in orde maken. Want dat is het belangrijkste. Je wil op het moment dat die vis op de kant komt, wil je dat alles helemaal klaar staat. Dus ik ga nu mijn spullen pakken, klaarmaken voor een fotosessie. Zo, ik heb een mooi vlakke plek gevonden voor een haakmat. Dat is natuurlijk het eerste waar je op let. Waar kan je die vis veilig op die mat leggen zonder dat hij er vanaf glibbert? En ik let ook gelijk op de achtergrond. Wat wil ik wel of niet op de foto hebben? Zijn er bepaalde markante punten die eigenlijk misschien mijn stek te veel prijsgeven als die foto later op social media zet? Of zijn er zaken die storend kunnen zijn op de achtergrond? Of in dit geval, omgevallen boom, ziet er eigenlijk wel cool uit als ze juist op de achtergrond te hebben. Blijf er ook een klein beetje vanaf, want het laatste wat we willen hebben is dat je bijvoorbeeld echt in struiken zit en dergelijke en dat je bijna opgaat in de omgeving. Nee, mag wat toevoegen, maar het gaat uiteindelijk om jou en met name jouw vangst. Dus een klein beetje afstand houden en kijk ook even om je heen voor de lichtinval. Nou, vandaag hebben we een bewolkte dag, dus het is eigenlijk mooi egaal. Maar stel dat het zonnig is, dan heb je heel snel te maken met tegenlicht en met schaduwen. En door je handen eigenlijk zo even een beetje te houden, een beetje rond te draaien, kan je vaker zien hoe de lichtinval is en hoe dat ook een beetje verandert. En op die manier kan je een beetje inschatten hoe het dadelijk met die vis in je handen uit komt te zien. En als je dat gedaan hebt, ja, dan is het tijd om natuurlijk die camera uit de vistas te halen. Zelf maak ik al jaren gebruik van een spiegelreflexcamera en ik maak gebruik van een zogenaamd full frame model. Maar het is te eigenlijk ingewikkeld om helemaal in te gaan op de verschillende type camera's die er zijn. Want er zijn systeemcamera's, spiegelreflexcamera's, compactcamera's. Ja, ik zou zeggen, laat je daarover vooral goed informeren bij een fotospeciaalzaak. Dan kan je ook kijken wat voor jouw budget eigenlijk toereikend is. Maar ja, ik maak dus gebruik van een Canon 6D
In combinatie met een 50 mm lens. En dat wil zeggen, dit is geen groothoeklens. Want waar ik zelf geen liefhebber van ben, zijn van die grote opgeblazen kapers met zo'n piepklein vissertje erachter. Nee, ik wil mijn foto's realistisch hebben. En een 50 mm lens in combinatie met een full frame sensor camera geeft mij dat realistische beeld. Nou, verder, instellingen. Ook dat is iets, kan je heel makkelijk op verdiepen door gewoon even Google fotografie eigenlijk basis. Dan kan je alle basisbegrippen kan je daar opsteken. Het is ook een kwestie van heel veel met je camera aan de slag gaan, oefenen. Maar ja, als ik dan een richtlijn moet geven, zelf maak ik heel veel gebruik van de diafragma voorkeuzestand eigenlijk als ik overdag fotografeer. En daarbij kies ik een diafragma en lensopening van 3,2 tot 4,5. En dan zit ik meestal wel rond de 4. Dat geeft mij namelijk voldoende scherpte nog in een foto. Hè, dat die vis scherp is. Ik weliswaar als vanger daarachter iets minder scherp. En dat de achtergrond eigenlijk wat zachter, echt op de achtergrond aanwezig is. Zou je een lensopening pakken van 2,8, dan merk je dat er heel snel eigenlijk die marge tussen scherp en onscherp. En dat het verschil zo groot wordt dat je als visser bijna een waas wordt. Maar ook als je een klein beetje met die vis beweegt, dat die vis mogelijk ook net te scherp te verliest. Dus ik zou zeggen, een 4 speel je meer redelijk op safe en dat is dan ook vaak mijn eerste uitgangspunt. Verder een paar andere tips. Veel camera's hebben tegenwoordig gezichtsherkenning en dat is het laatste wat je wil als jij die vangstfoto maakt. Want je wil juist dat die vis scherp is en als je een camera hebt die gebruik maakt van het focussysteem waarbij die dus eigenlijk kijkt of die een gezicht ziet, mogelijk jouw glimlach herkent en daarop gaat focussen, zou je zien dat jij als vanger scherp bent en dat de vis onscherp is. Wat ik zelf het liefste doe is gewoon de focuspunten handmatig instellen en dan maak ik gebruik van het middelste focuspunt. Want ik kader mijn foto's eigenlijk zo dat die vis toch het middelpunt van de foto is en zolang ik die vissen eigenlijk straks in het midden van het beeld houdt, dan zal het middelste focuspunt automatisch die vis oppakken, daarop focussen en zorgen dat die vis haar scherp is. Want die vis, dat is uiteindelijk waar het om gaat. Ik heb al genoeg pasfoto's van mezelf, dus als het daarom zou zijn, zou ik niet naar de waterkant hoeven. Dus middelste focuspunt en ik ga deze alvast hier op mijn statiefje draaien. Of ik heb hier een handige self-take stick, die ga ik zo in de grond prikken, camera erop en voordat ik het eigenlijk vergeet, dan heb ik nog een ander hulpmiddel en dat is een intervallometer. Verschillende camera's kan je tegenwoordig instellen dat ze eigenlijk een soort van timelapse fotografie, dat ze elke zoveel seconden foto blijven maken en tussendoor blijven scherpstellen. Met dit model gaat het niet zo heel goed. Dus wat heb ik hier? Dit is een soort zender, die zet ik op mijn camera. En dan heb ik zometeen een afstandsbediening en die kan ik instellen dat die om de zoveel seconden foto maakt. Want stel ik gebruik maak van de normale ontspanner die op de camera zit, dan kan ik hem instellen op 3 of op 10 seconden. Maar als ik hem dan indruk, dan focust die, terwijl ik eigenlijk nog niet in beeld ben. En wat dan zal gebeuren is, dan focust die op de achtergrond, ga ik ervoor zitten binnen 10 seconden, vis optillen, klik. Helaas geen goede foto, achtergrond scherp, ik één grote waas. Op deze manier kan ik hem instellen dat hij elke zoveel seconden foto maakt, totdat ik hem uitzet. En daarbij blijft hij steeds focussen. Dus mijn camera, die ga ik zo op het statief zetten. Ja, dan ga ik eigenlijk alle stappen doornemen. Ga ik het jullie gelijk laten zien. Die staat zeker wel recht genoeg hoor, want waar ik op let als ik mijn statief of een ding als een self-take stick op de plek neerzet, dan sta ik voldoende ruimte eigenlijk overal voor de foto. En het laatste wat ik wil is natuurlijk als ik een foto maak, is dat de kop of de staart van die vis is afgesneden of de bovenkant van mijn hoofd. En om wat meer ruimte te nemen geef ik mezelf ook wat ruimte om die foto bij te snijden indien nodig. Maar daarnaast ga ik ook weer niet overdrijven. Het zijn natuurlijk wel nog man-visfoto's. Ik wil ook niet zo'n landschapsfoto maken waar je ergens in de verte een visser ziet zitten. Nee, deze die zet ik zo erop. En wat ik dan nou ga doen, ik zet hem op ongeveer de hoogte dat ik denk dat ik die vis hou. Schermpje even uitklappen. Aan. En dan ga ik even een paar testfoto's maken. Dan ga ik kijken hoe die eruit zien, gewoon met lege handen. En dan is het zo eigenlijk een kwestie van een bakje met water pakken voor die vis. Eventueel wat carbcare spulletjes. Ja, en dan gaan we die vis natuurlijk daar het echte werk doen. Maar eerst dus die testfoto's. Thank you.
aan doen. Altijd weer die onzinfoto's die uiteindelijk verwijderd worden. Maar ik kijk nu dus even in het schermpje of ik goed erop sta. Nee, je ziet het. We hadden het zojuist over bewolking. Het licht is echt wel aan het veranderen. Het begint nou een beetje open te raken. En dat binnen enkele minuten. Dus iets om rekening mee te houden. Nou, ik heb al even gekeken. En je ziet het. Stel dat ik nou mijn vis zo draai. Dan valt hij in de schaduw. Draai ik hem zo wat meer open als het ware. Dan pakt hij nog mooi dat zonlicht mee. Dus dat is iets om zo meteen rekening mee te houden. Dit lijkt nou in ieder geval goed te staan. Ik ga voor de zekerheid nog even achter op mijn camera even op het schermpje voor goed kijken. En dan bakje water, karpkeerspullen en die vis tevoorschijn toveren. Zo, klein beetje troep ervan afspoelen. En ik zie ook dat die vis een paar kleine beschadigingen heeft. Dus wat ik dadelijk ga doen, is voordat ik hem terug ga zetten, ga ik even met mijn karpkeer in ieder geval die wondjes behandelen. Dan gaan we nu eerst even kijken of hij op de foto wil. En dan belangrijk, gewoon hier goed vastpakken. Hier in het soort van okseltje kan je hem goed klemmen ook. En dan vooral niet vergeten te lachen. Laat zien dat je het naar je zin hebt, want als je alleen maar chagrijnig kan kijken als je een karper vangt, dan kan je net zo goed thuis blijven. Zo, en dan doen we even nog snel van de andere kant. Oké, hier zie je ook, hij mist wat schubben. Misschien dat hij al een beetje tegen de paai aan heeft gezeten. Maar heel vet visje dit. Mooi dik. En dan even neerleggen. Zet ik de camera uit. En dan ga ik eens even snel naar die paar beschadigingen op die vis kijken. Ga ik die ontsmetten. Kan zijn dat het gebeurde tijdens al mogelijk wat pre-paai gespetter. Maar ja, ik wil hem in ieder geval zo goed en gezond mogelijk weer terugzetten. Dus daar ga ik eventjes naar kijken. Voordat we hem weer terug gaan zetten. Nou, de vis heeft hier duidelijk een paar schubben die ontbreken. Wat ik nou doe is eigenlijk dat wondje met een handdoek wat droog deppen. En in het karpkeer setje wat we hebben zitten twee verschillende middelen. De ulcer swab en propolis. Nou, die ulcer, dat is eigenlijk meer een ontsmettingsmiddel, zo kan je het zien. Dus daarvan breng ik gewoon een klein beetje aan op de plek des onheils. En dat zal zorgen dat die wond ontsmet wordt. Zo, een beetje erop inbrengen. Een beetje zo. Dan wordt die wond in ieder geval goed ontsmet. Dat zal voor het genezingsproces alleen maar ten goede komen. En dan de propolis, dat ziet er een beetje ketchupachtig uit. Beetje donker. En wat je nu gaat zien, als ik hier wat water op doe, kijk, dan gaat het reageren. Kijk, en dan hecht het zich eigenlijk als een waslaagje aan die vis. Dat zal het mooi het geheel afsluiten. En zorgen dat de combinatie met die ulcerswap, die wonden, zo goed mogelijk afgedekt worden. Minder bacteriën en dergelijke erin komen. En ja, mooier geheeld. En zoals ik al zei, het zijn producten die ook gebruikt worden in de kooi-industrie. Het is dus geen fabeltje. Het werkt echt. En dat zorgt ervoor dat we deze vis in ieder geval nou weer gezond en wel weer terug kunnen zetten. Krijg weer zijn vrijheid
En ik heb in ieder geval een mooie foto als aandenken. En ik heb nog meer, want onder onze subscribers gaan we ook een hele mooie Kodak cameratas weggeven. Ze zijn er 3 verschillende maten. Een small, medium en een large. Ik heb vandaag de medium bij me. Maar ja, afhankelijk wat jouw voorkeur is. Als jij de gelukkige winnaar bent, ga je ook binnenkort met een Kodak cameratas naar de waterkant. En vergeet natuurlijk dus niet te subscriben op het YouTube kanaal. Gaan wij nou snel deze vis terugzetten.